Het jaar ging zo snel. Denk je dat we elkaar nog gaan zien deze zomer? Tja, mijn ouders zijn nu nog boos, maar dat zakt wel. Ik hoop het maar, zoetje. Zoutje. En het ergste van de laatste schooldag? De vuile gymsokken van je broer in je kluisje tegenkomen? Smerig. Nee, niet meer op de hoogte zijn van alle roddels. En daarom heb ik nu een abonnement op de updates van de Horror Roddel. Wat is dat? De grootste autoriteit op het gebied van nieuwtjes en geruchten. Als er iets gebeurt, dan weet zij het. Wie is dat? Dat weet niemand. Ze is een mysterie overgoten met geheime saus. Overleven Gil en Laguna deze zomer? Ah, drama! Kom op, Manny. Is dit nu echt nodig? Nee, Normie, dan sloop ik wel wat anders. Liever je bril of je armen? Je bent echt stierlijk vervelend. Wil jij mij een stier noemen? Is dit weer soms ineens de monsterkleuterschool? Nee. Maar waarom gedraag je je dan als een kind? Wat zou je zus Minnie van dit soort gedrag denken? Je gaat het haar toch niet vertellen, hè? Laat hem met rust. Bedankt, Frankie, ik weet hoe naar het is als je je buitengesloten voelt als nieuweling hier. Ik werd juist opgesloten in mijn kluis. Ik ben meer binnen dan buitengesloten. Ik ben, Jackson. Aangenaam dan maar, Jackson. Mijn vader mag niet weten dat mijn iTombe stuk is. Dan grijpt hij dat meteen weer aan om het te vergelijken met mijn oudere zus, Nevera. Gelukkig is ze nu even het land uit, hoor. Ze gaf ooit een gigantisch feest. En wie kreeg de schuld? Ik. En daarom mag ik dus nooit een keer een feest bij ons thuis geven als mijn vader er een keer niet is. Cleo, haar vader, is er niet. Dus ze geeft straks een groot feest. Komt er een groot feest bij Cleo thuis? Dat is het laatste nieuws, ja. Wil je met mij naar Cleo's feestje gaan? Goed. Ik bedoel, ik wil wel. Je wordt nerveus van de monsters, maar je bent bij mij. Oké. Super! ik bedoel, cool, weet je? Ik zie je daar. Wacht. Wow. Hoe komen we binnen? Let maar op. Ze haalt haar nieuwe telefoon. Wacht, hoe heeft ze die uitnodiging dan verstuurd? Dat was zij niet, maar de Horror Roddel. Dus Cleo weet hier zelf helemaal niets van. Oh nee, dan is dit dus een inbraak. Snel, we moeten iedereen hier wegsturen voordat... Oh, mijn ra. Kijk, het zit zo. Geven jullie een feestje? Voor mij? Geweldig! Te geloven dat we dat feest echt gemist hebben. We hebben niets gemist, want de Horror Roddel heeft alle foto's al op haar blog staan. Hippe Hold Hyde zorgt weer voor een vlammende avond. Die Hyde is toch echt een knapperd. Rustig, je hebt het nu wel over Frankie's grote liefde. Oh. Hou eens op, jongens, dat is niet waar. Over Frankie's liefdes gesproken, Jackson. Frankie, je moet naar hem toe gaan en een schoot onder stroom zetten. Hij heeft je laten staan op Cleo's feest. Ik weet niet hoor. Kom op, doe het. Hey Jackson. Lief, kun je ons even alleen laten? Vlammend! Waarom was je er nou niet? Oh, ik was er wel hoor. Ik weet nog dat ik buiten mijn moed stond te verzamelen. En toen... niets meer. Ik denk dat ik toen ben flauwgevallen van de zenuwen. Met al die harde muziek en er waren er zoveel mensen. En jij maakt me ook nerveus. Ik? Maar waarom zou ik jou nerveus maken? Ik word juist zelf heel erg nerveus. Omdat ik je heel leuk vind, oké? Maar goed, het spijt me als ik je avond heb verpest. Dat geeft niks hoor. Het feestje was wel cool. Er was ook een hele gave DJ die je misschien wel kent. Hold Hyde? Nee, die ken ik niet. Hold Hyde is de geweldigste! Ik mocht gisteravond zijn spullen dragen en dat deed ik fantastisch! Dank je. Dus, hey, als je me nog een kans geeft, dan zou ik graag met je uitgaan. Er draait een zwijgende film in het Nostalgiehuis. Dat is toch wat meer mijn ding. Ja, oké. Okay. Dat klinkt leuk. Oké, dan zie ik je om 7:00. We gaan gewoon naar de film, dus het stelt niks voor. Zit er soms een boutje los, jullie eerste date? Dat stelt veel voor. Dit is zo groot dat Frankie het nooit in haar eentje kan doen. Deuce en ik gaan wel met haar mee. Claude en ik komen ook voor de zekerheid. En Claudine, jij moet er ook bij zijn, hoor. Ik wil niets missen. Nou, ik geloof dat jullie mij niet nodig hebben voor de planning, dus ik ga maar vast. Dit is zo interessant. En het is historisch verantwoord. De relatie tussen monsters en normies was niet goed in de 14e eeuw. Jij bent zo slim. Sorry dat al mijn vrienden er ook zijn. Zolang ik maar naast jou mag zitten, maakt het me niet uit wie er nog meer is. Claude, word wakker! Oh man, is het nog niet voorbij? Helaas niet. Zo saai. Kom op, pak aan!
Weet je wat deze ouderwetse rommel nodig heeft? Een vette soundtrack! Woehoe! Ha, hoor dat eens! Het spijt me, ik wist niet dat... Hé, hey, alles oké? Okay? Nee, het spijt me, Frankie. Jackson! Nu word ik dus alweer in de steek gelaten. Wat verwacht je anders van een Norman? Je dacht blijkbaar dat Jackson anders was. Frankie! Oh, lang niet gezien. Mis je me? Nu even niet. Ik heb toevallig een date hier. Ja, met mij! Wauw! Vette muziek, zeg! Jackson, ben je nog hier? Niet cool! Oh, wat is er gebeurd? Oh, niet weer dit. Jackson! Oh, wat gebeurt er toch met me? Is je zus Nefrai nog steeds aan het chanteren? Absoluut. Oh, hadden we dat feest maar nooit gehouden. Eeuw, je ruikt als een natte hond. Wow! Nee, je hoeft het echt niet uit te leggen. Ik weet dat het echt voorbij is. Waar heb je het nou weer over? Kijk, het is mijn schuld. Ik snap het. Maar ik niet. Ik begon je net leuk te vinden, hoor. Problemen met een van je vriendjes? Frankie Stein heeft 2 vriendjes tegelijkertijd. Is er een derde die we nog niet kennen? Wat? 3 jongens? Echt niet. Als niet één van jullie dit aan de roddelhoror verteld heeft, dan is één van jullie de roddelhoror. Hey meiden, wat is er? Eén van ons is een bedrieger. Kijk niet naar mij. Ja, vast. Niemand had meer van roddels dan jij. En Claudine dan? Zij wist over je date met Jackson voordat iemand anders het wist. Wat dacht je van Cleo? Oh. Dat feestje was waarschijnlijk haar idee. Mijn telefoon was stuk, dus ik kon het niet zijn. Wat dacht je van Frankie? Je bent niet goed. Goulia, kraak het roddelhorrorblog. Zoek uit wie het is. Lukt niet? Misschien omdat je zelf de roddelhorror bent. Het was zeker Cleo, zeg ik. Kijk eens wat ze jullie nu aandoet. Dit moet ophouden. Anders zetten we een val. We hebben gewoon iets nodig dat de echte horrorroddel niet kan weerstaan. Iets heel sappigs. Onze dagboeken! Oké, allemaal. Leg je dagboek in het midden en tel af vanaf 10. Het dagboek dat er dan nog ligt is dus van de bedrieger. 10, 9, 8. Kijk! Hey! Zo, jij hebt lef, zeg. Zeg, en wie ben jij eigenlijk? Mijn mensennaam is Spectra Vandergeist. Waarom wil je mijn leven verpesten? Ik heb het pas net, hoor. Levens verpesten? Hemeltje, nee. Ik ben zelfs een grote fan van jullie allemaal, hoor. Dat uit je dan op een vreemde manier. Ik wilde gewoon verslag doen van jullie. Jullie leven als een leidraad voor anderen. Je kon het ook eerst vragen. Ik was te verlegen. Maar jij bent de horrorroddel. Jij bent beroemd. Helaas, ik moet altijd een mysterie blijven. En daarom heb ik ook gewoon geen vrienden hier. Wij zijn je vrienden, Spectra. En je geheim is veilig. Maar je moet ons wel beloven dat je niets meer over ons schrijft. Het meeste was niet eens waar. Mijn excuses dan. Vaak hoor ik maar de helft van wat er daadwerkelijk gezegd wordt. En dan is het aan mijn creatieve kant om de rest van het verhaal in te vullen. Ja, kom op. Ik bedoel, 3 jongens. Ik heb er nog niet eens 1. Wacht, dus ik ben niet de derde? Sorry. Ongelooflijk. Waarom overkomt mij dit nou toch steeds? Monster High. Grote school, grote problemen. Er zijn hier ontelbare verhalen en daar ligt mijn taak. Mijn naam is Spectra. Ik versla het nieuws. De waarheid ligt voor het oprapen. En deze chille chick mist nooit iets. Ik ben hier langer dan ik me kan herinneren. En ik dacht dat ik alles gezien had. Tot de dag dat ik hem ontmoette. Toen ik hem zag, wist ik meteen dat hij voor problemen zou zorgen. Hoi, knapperd. Heb je een vuurtje? De naam is Burns. Heath Burns. Ik heb je hulp nodig, Spectra. Ik zit in een probleem en ik kom er in mijn eentje niet uit. Wat is er mis dan? Er is toch een beeld vermist? Vertel eens wat nieuws. Ik word erin geluisterd, Pop. Alsjeblieft. Wil je me helpen mijn onschuld te bewijzen? Anders word ik vast en zeker van school getrapt. Tuurlijk, jongen. Alles wees in 1 bloedhete richting. Maar het was moeilijk bewijs te verzamelen. Het leek alsof iedereen op school wel een appeltje te schillen had met deze Heat Burns op een of andere manier. Toen wist ik het. Ik moest naar de top. Jullie vragen je vast af waarom jullie hier zijn. Ja, inderdaad. Ja, Spectra. Jij denkt zeker dat we gek zijn. Wij weten allemaal dat Heath dat beeld gestolen heeft. Hij liet allemaal brandplekken achter. Iedereen in deze kamer heeft een motief om Burns te zien branden. Zoals jij, Frankie. Heeft Heath jouw spokelige huiswerk niet verbrand vorige week? Hoe voelde je je? Boos. Echt. Soms zou ik hem gewoon wel zo... Aha. En jij?
jij, Torrelij? Spatte hij het jou niet nat vlak voor de schoolfoto's? Clown en Deuce, hoe vaak heeft hij het jullie niet voor gek gezet in de kantine? En zeiden jullie niet dat hij daar spijt van zou krijgen? Maar dat betekent nog niet... Jullie hadden allemaal reden genoeg om Heat erin te luizen. Dus wie was het? Hallo, standbeeldreinigers. Oh, ik zie het. Gasbranders. Maandag is prima. Iedereen kan gaan. Zo gaat het toch altijd? Soms lijkt het alsof iedereen je in vlammen wil zien opgaan. En dan ineens ben je zo vrij als een vogel. Zo is het leven op Monster High nu eenmaal. Ik heet Spectra en ik versla het nieuws. Ik ben Spectra Vondergeist en dit is een Monster High geschiedenis. Weerwolf en vampierscholen zijn al vele honderden jaren elkaars grootste concurrent. Je zou kunnen zeggen dat dat gevecht hier eindigde, op Monster High. Dat is het verhaal. Wij zijn van een vampier-georiënteerde school overgeplaatst naar Monster High. Dat was niet makkelijk. Poeh, jij stinkt! Misschien moeten jullie een soort water en zeep gaan gebruiken in plaats van alleen jullie tong. We waren misschien wat onbeschoft. Wij weerwolven waren geen haar beter. Dit gebied is nu van ons, begrepen? Vampierenmans! Knoflook geeft vampiers echt mega monsterpuisten. De sfeer was zo enorm gespannen dat het kleinste dingetje een gevecht kon uitlokken. Eeuw! Besmettingsgevaar! Wat? Je hebt nog gehoord? Dit toilet is vanaf nu alleen voor vampiers. Eruit! Dat is belachelijk! Zag ik jou grommen naar die vampier? Vergeet niet waar je thuis hoort, anders help ik het je wel herinneren. Dit eindigt vandaag. Mee eens. Dit kan zo niet doorgaan. Vandaag, gymzaal. In de avond, kom met je possie. De winnaar krijgt de school. Maar op Monster High brengt wat ons uniek maakt ons samen. En door samen te werken verslaan we de echte vijand vooroordelen. Ik ben Spectra Vondergeist en dit was Monster High geschiedenis. En voor het geval dat je dat afvroeg, de relaties tussen weerwolven en vampiers is beter dan Claude, ooit. Claude, het enige dat ik zeg is dat je me wel eens had mogen bellen. Maar ik had toch geen bereik in dat bos? Je had toch kunnen huilen, zoals je doet wanneer je basketbal kijkt en ik probeer te studeren? Oh, dus nu huil ik te hard. Je bent schattig als je boos bent. Dit is de saaiste nieuwsdag in de geschiedenis van Monster High. Als ik niet snel een nieuwtje vind, dan word ik nog levend. Er moet toch ergens op deze school een sappige nieuwsflits te vinden zijn? Oi, baap, wat is er? Niet waar! Ik ruik een primeur. Heb je kaartjes voor Justin Griebel? Ze mag haar beste vriend meenemen. En de persoon die met haar mee mag, is dus haar BFF. Frankie, neem mij mee naar het Justin Griebel concert. Ja, tuurlijk. Doe je geen uniform aan? Natuurlijk, dat wilde ik net gaan doen. Zo is hij goed. Met klappen en juichen kun je monsters pas echt overtuigen. Joehoe! Ze wilde gewoon aardig zijn. Ik ben haar BFF. Oh! Draculaura! Haal me hier weg! Alsjeblieft. Staat het onaardig als ik een koptelefoon opzet na het concert? Jij? Wie noem jij een stier? Ben ik weer op de monsterkleuterschool beland? Nee. Waarom gedraag je je dan als een groot kind? Wat zou je zusje Minnie wel niet van je gedrag zeggen? Je gaat toch niks tegen haar zeggen? Laat hem met rust. Bedankt. Ze was gewoon zichzelf. Ben jij Frankie's beste vriend? Dulia, hij vindt je vast leuk. Hij heeft gevraagd of je wilt lunchen met hem en zijn vrienden. Niet zo verlegen. Dan gaan we toch samen? Frankie beschermt je wel. Raad eens wie er met Frankie naar het concert gaat. Wat? Ik ga dit nu uitzoeken. Ik ga helemaal niet met mijn beste vriend naar het concert. Ik ga met mijn beste vrienden. Jullie gaan allemaal mee. Fantastisch. Maar waarom schreef Spectra dan dat je met een van ons zou gaan? Dat is een goede vraag. In mijn haastige zoektocht naar een mooi verhaal heb ik misschien wat kleine, maar belangrijke feiten over het hoofd gezien. Ik geloof dat ik mijn verdwijntruc ga uithalen. Doei doei. Sorry, veel te laat. Heb ik soms
soms iets gemist? Nee, ik wilde net vragen aan Sirena of zij ook zo'n zin had in laagwateravond. Oh, wat is dat dan? Ken je dat dan niet? Je bent toch een zeemermin? Half. Mijn moeder is een meermin, mijn vader een spook. Mijn ouders hebben altijd geprobeerd hun griezeligheden niet aan mij op te dringen. Maar laagwateravond is gewoon de allervetste avond van het jaar. Met het vissenfestival en het kogelvisstoten. Maar we gaan pas echt los als het dansgedeelte komt. Dat klinkt inderdaad angstaanjagend. Moet je dit dan eens horen? Op Minotaurusdag mogen we de hele dag koprammen! Laagwateravond lijkt me toch net iets gezelliger. Het doet me zo denken aan Kettingennacht. Wat is dat? Dan hangen we de kettingenboom vol met lichtgevende kettingen. En daarna gaan we samen rommelig dineren. Ik had helemaal geen idee dat die feestdagen er waren. Als ze komen, ga ik ze vieren, hoor. Je hebt mazzel. Ik vier het vanavond. Griebel, ga vanavond maar gerust naar Laguna toe. Nee, ik zie toch hoe leuk het je lijkt om jouw feest te vieren met Sarina. Ga nou maar gewoon naar het feestje van Spectra. Ik dacht dat Sarina bij jou zou zijn. En ik dacht dat ze bij jou was. Sarina! Sarina! Woehoe, ik ben hier. We hebben de hele school doorzocht naar je, want je was bij geen van ons opkomendagen. Ik had het nogal druk. Namelijk met dit. Oh. Het is net laagwateravond. En Kettingennacht samengevoegd. Het is een samensmelting, net als ik. En het allermooiste is, nu kunnen we samen feest vieren.